Beste mensen, Sophocles Antigone, vers 441 tot 447. Ja. De wachter is klaar met vertellen hoe die Antigone heeft gearresteerd en hoe fijn hij dat vindt, maar tegelijkertijd ook vervelend om haar over te dragen aan Creon. Creon reageert niet naar hem, maar richting Antigone. Want hier staat Sede, Setenaeus anais pedon cara. Jij dan, jij die je hoofd buigt naar de vlakte, naar de grond. Ves erken je, of zeg je eigenlijk letterlijk. Of ontken je, dat is kartarneme, ontken je tade, deze dingen, oftewel dit. Hè, dus dat is een vorm van je van hodden, maar dan je zelfstandig gebruikt onzijdig meervoud. Deze ding of dit gedaan te hebben. Infinitief perfectum actief van drao, doen. Daar valt nog wat over te zeggen. Ten eerste spreekt hij aan met de accusatieve in plaats van met de vocatieve. Waarschijnlijk moet daarbij denken van ik vraag of zo. Hè. Dan vraag ik aan jou. Hè, vraag ik jou, dus jou. Hè, een soort ellips van een soort weglating van ik vraag of zo. En dan dit is natuurlijk een participium in presens van nuo. En dat kun je zien dat het presens is, omdat er geen sigma staat direct achter de stam van nu, maar ergens in de uitgang. En dan is dat juist een kenmerk van het vrouwelijk, nuusa. Dus buigend, en dat wordt gekoppeld aan se door dat lidwoordje. Jij die buigt, je hoofd tokara, is onzijdig naar de vlakte. Dit is van femi, zeggen, maar kan ook erkennen zijn. Kijk, hier zie je dat weer, maar dan staat de jij-vorm. Erken je of ontken je dit gedaan te hebben, dat je dit gedaan hebt. Drau, replicatie de, dra, en dan ke is ook voor perfectum, en nai is van voor de infinitiefs. Actief. Antigone zien wij hier voor het eerst eigenlijk, nou niet voor het eerst, maar voor een lange tijd weer terug. En die reageert met kai femi drasai ku kaparnumai tome. En ik erken, of ik zeg, ik beweer drasai, ook weer, infinitivus, maar nu aoristus van drau, dat heb ik, ja, de sigma die heet achter de alfa, hè? Drasai. Ik ken het gedaan te hebben, ik erken dat ik het gedaan heb, ik erken dat ik het deed. Misschien mooier om deed te zeggen, want dit had wel gedaan, vertaal met gedaan hebben. Dus perfectum geeft natuurlijk het resultaat. Dus dat ik het gedaan heb, dat het nu klaar is. Zeg maar, hè. En in Nederlands is ook gedaan hebben als een soort van voltooid iets, wordt dat weergegeven. Voltooid tegenwoordig tijd. Lijkt heel erg op het Griekse perfectum. Maar ouders zegt het anders, ging over de handeling in het verleden. Dat ik het deed. Dat ik dat, hè, ja, dat ik het deed, kan dus niet anders zeggen eigenlijk. Kai ook, oftewel koek, krasis. Leuk hè, koek. Ik hoor het nu pas. Maar het is geen koek, het is kaiuk. En niet aparnumai, of katarneo is hetzelfde. Dus ontken ik. Aparnumai me is ontken ik. En dan to is eigenlijk het. Dus niet ontken ik het. Tautologie uiteraard, want het zegt twee keer hetzelfde. Ik erken het gedaan te hebben en ik ontken het niet. Nou ja, dat is een heel stevige antwoord van Antigone. Die wil geenszins ontkennen wat ze gedaan heeft. Ze schaamt zich nergens voor. Ze is ook niet bang. Creon, wel een beetje verbaasd, maar die richt zich eerst weer even op de wachter, op de waker, op die agent. Sumen comitzois anseauton hei teleis exo baraias aetias eleuteron. Jij men aan de ene kant, nou ja, su de, jij aan de andere kant, dat is tegen Antigone, dus vandaar dat men en de. Jij nu dus, comitzois anseauton, betekent jij kunt je nu begeven, seauton, jezelf, seauton, hè, jezelf. En dit is een optatieve, dat zie je in de jota, en de s is voor jij. Dat geeft met an een potentialis, maar jij kunt je nu begeven, je kunt je nu wel begeven, begeef jij je nu maar. Het geeft een vriendelijk bevel weer. Hij betekent gewoon waarheen. Ik kan het niet uitleggen, dat vormpje waar het vandaan komt, het is gewoon waarheen. Het hele lijst jij wilt, het is gewoon presens. Eleuteron hoort nog bij dat Seauton, hetzelfde naamval. Vrij, als het ware. Kan je ook bij zeggen vrij van schuld, maar dat staat hier ook al. Exo barias ma aetias. Exo is zonder, met de genitivus, zware schuld. Baraia en aetia komen dus allebei de rijregel van naar aas, niet s.
Dit komt van Barus en dat betekent zwaar. Wel met de metafoor is niet zwaar om letterlijk met je handen op te tillen, maar om met je hoofd te dragen, als het ware, te verdragen. Dus dat is zonder zwaar, zonder ernstige schuld. Weet je nog, hij had me eerst bedreigd van, als je er niet vindt, dan heb je een heel groot probleem, en dan krijg je straf, enzovoort. En dat hij gezworen, die wachtte, dat hij nooit meer terug zou komen bij Kron, want hij zou toch nooit Antigone vinden, dat hij het idee, hè, of in ieder geval nooit achterkomen wie het gedaan had, het begraven van Polynices. Maar die schuld is nu opgeheven, want hij heeft Antigone aangeleverd. Het is natuurlijk wel een beetje pleonastisch om eerst te zeggen, zonder zware schuld, en dan ook nog een keer vrij, vrij van schuld of zo. Een beetje dubbelop. Extra informatie. Dat is niet erg, want dat is extra duidelijk dan. Dan nu Sude, maar jij dus, Antigone dus. Eipe mooi mer mekos a la sunt omos. Ei desta kerech tenta me placentade. Jij nu, zeg mij niet in lengte, letterlijk, uitgebreid, a la sunt omos, maar beknopt. Dit is een imperatieve aoristus van Lego, hè. Eipon is de ik-vorm. En dan krijg je gewoon eppe voor de imperatives. Dit is eigenlijk een accusativus van het woordje tomerkos ook. En dat betekent lengte. Dus hier als accusativus respectus, oftewel accusativus van betrekking gebruikt. En die kan je vertalen met qua lengte, in lengte of iets dergelijks. Zeg maar niet in lengte, dus in een lange versie. Dus uitgebreid vertaal ik dus maar even mee. Maar kort, dit is gewoon een bijwoord. Eindigt op O's, dan heb je eigenlijk altijd een bijwoord te maken, tenzij het een werkwoordvorm is. Dan komt de vraag. Eidesta. Dit is een tweede persoon enkelvoud, maar dan verleden tijd van oida. En oida is van zichzelf natuurlijk een perfectum woord, dat het in perfectum voorkomt, vandaar die gekke uitgang A. Maar het heeft een presens betekenis, dat noemen we ook wel een presens perfectum. Nou, als je dat in verleden tijd gaat zetten, dan kan je dus ofwel zeggen, nou, het is een soort imperfectum, maar qua vorm is het eigenlijk een plusquamperfectum. Naar de uitgang esta, die vinden we ook in alle andere plusquamperfectum vormen vaak wel terug. En de stam is eid, dus oid wordt een soort ei. Dat is hier een soort van verlenging in, maar je zou verwachten misschien een omega, maar het is een eta geworden. Nou ja, het is heel onregelmatig, dus vandaar dat ik het even uitleg hier zo. Wist jij? Oida zou ik weten. En dan hebben we een aantal woorden. Keruto is bekendmaken. Hier in de aoristus neergezet. Dat herken je aan de theta. Hè? Aoristus passief. Dan wordt die touw een dubbeltouw wordt een gi door de aspiratie. Dit licht lucht die in die theta zit. Krijg je kerucht. En het enta is de accusatieve vorm van keruchtijs. En dat is de participiumvorm van aoristus passief. Ook aan luthijs bijvoorbeeld ook. Hier accusatieve meervoud onzijdig. Enta hoort bij tade. En daar is weer deze dingen, oftewel dit. Wist je dat deze dingen bekendgemaakt waren? Die bekendgemaakt waren of zo? Wist jij van deze dingen die bekendgemaakt waren, mais pras zijn, ze niet te doen? Er is gewoon extra informatie bijgevoegd, een soort van intuïtieve finales of zo, hè, van doel. Je kunt het vertalen als een ACP, dat is eigenlijk zelfs een ACI, maar dan met een participium in plaats van een infinitief is erin. Dus je kan je vertalen met dat. Wist jij dat deze dingen bekendgemaakt waren niet te doen? Of dat er bekendgemaakt was deze dingen niet te doen? Moet je een beetje vrij vertalen. En dus hij vraagt zich af, oké, wist jij van het verbod? Dat heeft hij nodig om haar schuld te kunnen bepalen. Antigone gaat antwoorden in het volgende filmpje. Bye.